In de maand mei laat de wilg zijn zaden vallen en in juli pluist de populier. Elk jaar gaat er een fantastische hoeveelheid zaden op reis om ergens te landen en te ontkiemen. Laat je ze hun gang gaan, dan wordt het één groot ondoordringbaar stakenwoud. In de Klompenwaard zal het zo'n vaart niet lopen. Vanaf de aanleg van de Nevengeul hielden de paarden en de runderen de begroeiing kort. Zo ontstaat een open landschap en blijft het bos beperkt tot hier en daar een enkele boom.